Yes! Kom proeven in het buitenland. We zijn vandaag in Bali om precies te zijn in Seminyak. En nu zijn we te gast in de Red Carpet Champagne Bar. Een van de gezelligste plekken op het eiland. En wat blijkt, ze verkopen hier oud-Hollandse erwtensoep. Wat? Nou, je weet hoe ik ben. Ik moet het checken, ik kan niet helpen. Ik eet hier de hele tijd rijst, saté, allemaal lekkere dingen. Maar als ik hoor dat hier Hollandse erwtensoep is, dan check ik dat natuurlijk. En met wie? Dat ga je zo zien. Een beroemde Nederlandse DJ-producer die jaren geleden naar Bali is verhuisd. En hier dus een aantal jaren woont. Hij komt er zo aan en dan ga ik met hem op onderzoek uit. Kom dan! Kom, 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 kom! Kom proeven! Kom proeven in Bali. We zijn nu in de Red Carpet Champagne Bar. Bij me staat de enige echte Danny. Hallo. Jij bent hier een soort baas. Nou, baas. Ik ben een van de managers hier. En ben hier nu al ruim 2,5 jaar. En het is nog steeds geweldig naar mijn zin hier. En je werkt dus in de Red Carpet Champagne Bar. Kan je in 3 zinnen vertellen wat dat is? Het is de enige champagne bar op Bali. Het is de best bar op Bali 2016-2017. Is geen gewone bar. Nee. Is de beste bar. Best bar op Bali. Okay. Ja. Maar dan verkopen jullie dus erwtensoep. Erwtensoep, ja. Speciaal gemaakt door de vrouw van de eigenaar. Inmiddels is de erwtensoep besteld. En jij wil natuurlijk weten, met wie ga ik dit proeven? Met de enige echte DJ en producer, Zoe Noah! Daar is die. Hoe is het, man? Ja, goed, man. Goed. Mensen zouden dus moeten weten hoe lang wij elkaar al kennen. Wow, ja, echt. Ik geloof dat we in ons 20, in ons 21 volgens mij. 21, 22 was ik. Ik was nog dun. Ja, en je had wat anders haar. Ja, hij was een beetje geblondeerd. Ik was in een pot peroxide gevallen. Ja, precies, ja. Wat ben jij op Bali komen doen? Ik was een beetje klaar in Nederland. Ik ben eigenlijk nooit meer naar huis gegaan. Hoe lang is dat geleden? 2008. En nu zijn we dus in de Red Carpet Champagne Bar, maar niet om champagne te drinken. Nee. Wij gaan erwtensoep eten. Ja, en ik hou niet eens van Nederlands eten. Maar dat is, je bent er wel mee groot gebracht, toch? Nee. Wat hadden jullie thuis dan? Heel grappig om te zeggen, want wij waren aan de overkant waar wij woonden, hadden we café Bali. Oh, dat was een Indonesisch restaurant. Echt waar? Ja. En daar aten we 2 keer per week, geloof ik. Dus dit is voorbestemd? Ja, een beetje. Ik denk het. Wat grappig. En ik hou van Surinaamse eten, maar dat weet je. Maar in de Surinaamse keuken hebben we ook erwtensoep, hè? Gele snert, gele peesjesoep. Oh, dat wist ik niet eens. Ja. Okay. Dat heeft iets te maken met boter en zo, is een ander verhaal. Okay. Maar het is daar wel terechtgekomen. Oh, dat wist ik niet eens. Ik ken okrasoep. Ik was de enige, volgens mij de enige kaas die dat lekker vindt. Hij heeft het over mijn lievelingssoep. Jullie kennen mij. Okrasoep is mijn ding. Ja. Wat mis je wel van Nederland? Want je kan me niet voorstellen dat je niks mist. Klinkt weer heel raar. Toen ik in Nederland was, het eerste waar ik heen ging was Chins. Dus niet echt Surinaams, maar Surinaamse broodjes. Het Surinaamse eten. Surinaamse broodje eten. Voor de rest mis ik weinig. We hebben hier te maken met een freak van Surinaamse eten. Dat ziet er wel geloofwaardig uit. Ja, hè? Het lijkt op echte erwtensoep. Echte soep in Bali. Zo ruikt het ook. Oh. Oké, er is dan geen roggebrood, maar toast. Prima. Prima. Hier gaat hij dan, hè? Hier gaat hij dan. Erwtensoep in Bali! Hoe dan? Hoe vind je hem, Howard? Ik vind hem erg lekker. Hij heeft een beetje zout nodig van mij. En een beetje peper. Ik moet zeggen, ik ben helemaal geen Nederlandse eter. Ik vind deze best lekker. Hij is lekker, hè? Ja. Zo zeg, hé. Dat zag ik totaal niet aankomen. Ja. En smaakt het? Dit is echt heel erg lekker. Ja. Hoe vaak eet jij dit in de week? Eén keer in de week. Er staat zoveel op de kaart en een beetje variatie. Maar zijn er nog meer Nederlandse gerechten op de kaart? Broodje frikandel speciaal. Broodje frikandel speciaal. Dus ik zou iedereen willen adviseren, als je naar Bali op vakantie gaat en je komt in Seminyak, dan ga je naar de Red Carpet Champagne Bar. Daar bestel je de erwtensoep en je weet niet wat je eet.
erwtensoep in Bali. Het kan echt. Ik vind hem zelf lekker. En als hij het zegt, dan weet je wat het waard is. DJ Zoe Noah, de enige echte. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering. En ik zie je weer bij de volgende. Ik kom proeven. Kom proeven.